Goedenavond. Het nieuws van 28 januari 1945. We beginnen vandaag uiteraard in het zuiden van Polen. Gisteren hadden we nog nooit gehoord van het plaatsje Oswiecim. De Duitsers noemen het Auschwitz. 24 uur later kunnen we nauwelijks bevatten wat zich daar de afgelopen jaren buiten onze waarneming moet hebben afgespeeld. Een kamp waar stelselmatig mensen werden vermoord. David-Jan Godfra trekt mee met het Rode Leger dat gisteren deze verschrikkelijke ontdekking deed. Ik sta hier bij de poort van Auschwitz-Birkenau, een van de twee terreinen waaruit het vernietigingskamp bestaat. Hier zijn de afgelopen jaren honderdduizenden onschuldige mensen uit heel Europa aangekomen en uitgestapt op weg naar een zekere dood. Zo langzamerhand rijdt het besef dat dit ook het eindstation geweest moet zijn voor de transporten van vooral Nederlandse Joden die uit Westerbork zijn vertrokken. Treinen waarvan we niet wisten waar ze naartoe gingen. Ja, naar werkkampen in het oosten. De gevangenen, de ex-gevangenen kan ik beter zeggen, vertellen over een selectie. Jonge, gezonde mensen gingen naar het werkkamp, ouderen en zieken direct naar de gaskamers. Bij elke stap die de Russen zetten, groeit het ongeloof. Dit kan toch niet waar zijn? Ze openen pakhuizen en zien dan dit. Je vraagt je af, waar zijn de mensen gebleven? De Duitsers bewaarden alles, hergebruikten alles. Van het haar werden de sokken gebreid voor soldaten. Ook de brillen en de schoenen gingen naar het leger. Het goud uit gebitten spekte de oorlogskas. Als alles was afgenomen, gingen ze de gaskamer in, zoals die daar. Douches zouden het zijn. Ze werden bijeengedreven in een ruimte waarna een nazi het gifgas Cyclon B naar binnen gooide. En na een verschrikkelijke dood snel de verbrandingsoven in. De Duitsers hebben ook hier geprobeerd de sporen uit te wissen. Delen van het terrein zijn verwoest, opgeblazen. De gevangenen die hier werkten, na gedane arbeid, vermoord. Overweldigend en niet te bevatten nieuws uit Polen. Zou je bijna vergeten, en misschien ook wel terecht, dat we vandaag op landelijk niveau geconfronteerd zijn met een echte kabinetscrisis. Onze regering in ballingschap in Londen is gevallen. Kiesja Hekster in Londen, hoe kan dat? Wat is er gebeurd? Er is een knallende ruzie ontstaan over een uitspraak van de minister van Binnenlandse Zaken, Jaap Burger. Die heeft gezegd dat straks, als we bevrijd zijn, dat we dan onderscheid moeten maken tussen Nederlanders die tijdens de bezetting fout waren en Nederlanders die fouten gemaakt hebben. Een burger is bang dat er na de bevrijding te pas en te onpas Nederlanders worden opgepakt. En dit is eigenlijk een poging tot nuancering. Als je het positief bekijkt, dan zeg je regeren is vooruitzien. Dus als ze daar nu in Londen al bezig zijn met straks, als we zijn bevrijd, dan is dat toch niet zo heel gek? Nee, dat is zo. Maar als dat dan ogenblikkelijk tot een kabinetscrisis leidt, dan maakt dat natuurlijk geen sterke indruk. Het versterkt bij koningin Wilhelmina haar weerzin tegen de politiek en daar heeft ze toch al weinig mee op. Ze is als de dood dat bevrijd Nederland ten prooi valt aan partijpolitiek gekissebis, zoals we dat in de jaren voor de oorlog hebben gekend. En als we ons land willen opbouwen, vindt ze, dan moet dat eensgezind en krachtig gebeuren. Ja, en wat dat betreft heeft ze ook wel enig recht van spreken, hè? Want de ministers om haar heen die zullen niet de geschiedenisboeken ingaan als echte ijzervreters, hè? Nee, dat klopt. Het begon eigenlijk al in 1940 met minister-president De Geer. Die kon vertrekken omdat hij openlijk twijfelde aan een geallieerde overwinning. En de ministers die ze hier heeft, ja, het zijn beschaafde oudere heren. Maar wat ze nou precies doen? We hebben hier al de hele tijd een minister van Waterstaat, een minister van Landbouw en Visserij. En je vraagt je wel af wat die de afgelopen jaren hebben uitgespookt. Maar goed, wat nu? Ja, er zal wel weer een nieuw kabinet komen. Al is het de vraag of Gerbrandy weer door Wilhelmina gevraagd wordt om dat te leiden. Maar wat vooral nu dreigt is dat er een machtsvacuüm ontstaat. Dat niet duidelijk is wie het de komende tijd voor het zeggen hebben. De politiek of mensen die in het verzet hebben gezeten. Het is natuurlijk duidelijk waar de voorkeur van de koningin ligt, het verzet. Maar als dat zou gebeuren, zou dat heel ingrijpend zijn voor ons land. Kiesja, dankjewel. Ja, al die vragen. Wie krijgt het voor het zeggen? Wie bepaalt wie er goed of fout was en op grond waarvan? Een groot deel van Zuid-Nederland is al bevrijd. En daar zijn die vragen nu al actueel. Martijn Bink rijdt langs de frontlinie in het zuiden deze dagen. Hij is vandaag aangekomen in Den Bosch, een stad die 3 maanden geleden is bevrijd. Hier in Den Bosch worstelen, zoals op zoveel plekken, met de vraag wie er nou eigenlijk de baas is.
Officieel heeft het militair gezag de touwtjes in handen. Maar er is ook een burgemeester en ook de gemeenteraad doet weer mee. En dan zijn er natuurlijk de verzetstrijders en heel veel burgers die allemaal een vinger in de pap willen hebben. 3 maanden is Den Bosch nu bevrijd. Op 27 oktober trok generaal Ross met zijn 53ste Welsh Division na dagen van hevige gevechten de stad in. De schade is nog altijd groot. Het stadhuis is er redelijk ongeschonden uitgekomen. Maar wie bestuurt vanuit hier de stad? Generaal Ross in ieder geval niet. Hij moet verder. Hij is militair en geen bestuurder. Oud-burgemeester van de NSB, Thomassen, die zou misschien wel willen, maar die is opgepakt en afgevoerd. De nieuwe burgemeester, Loef, die moet het doen. Hij moet de stad door deze woelige tijden loodsen. Naast en boven hem staat het militair gezag. Dat is de voorpost van de regering. Daarin zitten verzetstrijders en mensen van de gegoede burgerij. Allemaal mensen met het stempel goed dus. Ze zijn er vooral voor de orde, structuur en gezag. De eerste dagen na de bevrijding verlopen rommelig. Dat is natuurlijk niet zo gek. Een aantal NSB'ers wordt opgepakt en afgevoerd naar kamp Vught, hier verderop. Ja, inmiddels is ook hier een zuiveringscommissie actief en die heeft de lastige taak om te bepalen wie er fout was. En dat is precies waar minister Burger op doelde. Want heb je fouten gemaakt of was je fout? En waar ligt de grens? En welke ambtenaar, kunstenaar of journalist hulde met de vijand en hoe ver ging dat? Heel veel ondernemers hebben de afgelopen jaren zaken gedaan met de Duitsers. Maar deden ze dat vrijwillig of gedwongen? Collaboreerden ze? Pikten ze een graantje mee? Of probeerden ze gewoon in moeilijke tijden het hoofd boven water te houden? De bevolking verlangt hier vooral naar rust. Naar een leven dat misschien wel lijkt op dat van voor de oorlog. Goed nieuws is er ook, want de gemeenteraad heeft besloten nog meer noodwoningen te bouwen. En er zijn veel mensen die daar willen wonen. De eerste huizen zijn al opgeleverd. En dat zijn de kleine lichtpuntjes waarvan we het moeten hebben in deze moeilijke tijden. Die zouden ook uit Delfzijl kunnen komen. Want daar zijn vandaag, na lang onderhandelen tussen de Duitsers en de geallieerden, 2 schepen aangekomen vol met levensmiddelen van het Zweedse Rode Kruis. Er zit onder andere meel in voor de bakkers. Laten we hopen dat het snel terechtkomt op de plekken waar de honger is. Brood uit Zweden, dat is weer eens wat nieuws. Morgen is er weer een bevrijdingsjournaal. Dan aandacht voor die enorme mobilisatie die deze week is aangekondigd in Nazi-Duitsland. De Volksstorm heet die dit keer. En nu moeten ongeveer alle mannen tussen de 16 en de 60 jaar onder de wapenen. Je zou kunnen zeggen, alle jongens en mannen die er nog over zijn. Een wanhoopsoffensief, maar ze krijgen er toch heel wat mensen mee op de been. In het Bevrijdingsjournaal, direct na dat andere journaal. Tot morgen.